Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier in de Bali vanavond. Mijn naam is Rick Zeveke. Ik ben uw invalleraar voor vanavond. U weet hoe dat gaat. Werkdruk, uitval. Dan moet er op het laatste moment soms met wat kunst en vliegwerk iets anders worden verzonnen. Vanavond ben ik dat kunst en vliegwerk. Maar ik hoop dat het de pret niet mag drukken. Want we hebben een hele mooie documentaire voor u vanavond. De opzet van de rest van de avond is ook simpel. We gaan zo meteen eerst de documentaire kijken. Iedereen is leraar van Maarten Stuifberg en Stefan de Haas. En daarna hebben we twee panelgesprekken. Het eerste panelgesprek zal zijn met Vincent Bijlo, Peter Heerschop en Bart Ongering. Ik heb een aantal vragen voorbereid voor deze drie heren. Maar het lijkt me vooral leuk om aan u de gelegenheid te geven om ook een aantal vragen te stellen. Volgens mij is er ontzettend veel onderwijsexpertise in de zaal ook. Dus schroom niet zometeen om uw hand op te steken. Wacht dan even tot ik bij u kom met de microfoon, zodat de mensen thuis het ook kunnen horen. Dat eerste gesprek zal vooral gaan over de rol van de leraar. Welke impact de leraar kan hebben. Welke impact die misschien heeft gehad in het leven van de gastsprekers. Dat zal ongetwijfeld ook nog een beetje terugkomen in de docu. En het tweede gesprek zal meer toekomstgericht zijn. Dat zal zijn met Jasmijn Kester, Claire Boonstra en Tanja Jatnanansing. En dan zullen we iets meer gaan praten over de mogelijke verandering in het onderwijs en wat dat betekent voor de rol van de leraar. Voordat ik de makers nog even op het podium vraag, zou ik graag even van u willen weten, wie is er hier leraar? Kijk, dat is grotendeels de zaal gevuld. Hebben we schoolleiders in de zaal? Ook een aantal. Bestuurders? Ja. Toezichthouders? Ook een aantal, heel fijn. Wetenschappers? Twee. Politici? Die zijn er. Ex-politici hoor ik hier vooraan. Studenten in de zaal? Heel fijn als die er altijd zijn. Journalisten? Ja, journalisten hiervoor. Verder nog geïnteresseerden, leken, ouders? Ander soort. Ben ik iemand vergeten? Overig, leerlingen. Ja, leerlingen en studenten is enigszins hetzelfde, toch? Laatste vraag aan het publiek. Wie is er leraar in het basisonderwijs? En wie was er vandaag in Den Haag? Kom heel even naar het toe. Vertel heel even kort uw naam en waar u les geeft. Ik ben Henk Zwijtser en ik geef les ook als schoolleider op mijn basisschool De Kroosduiker in Westzaan. En hoe was het in Den Haag vandaag? Ja, fantastisch. Ik vond het echt een geweldig evenement. Met een enorme betrokkenheid van alle collega's. 65.000 collega's die zich unaniem uitspraken om voor minder werkdruk en een beter salaris. Eerlijk salaris. En er werd geloof ik vandaag bekend dat iemand heeft uitgelekt dat er 500 miljoen euro extra bij komt. Dat is in ieder geval de belofte. Komt om een totaal van 770 miljoen extra voor salaris en verlaging werkdruk. Is dat voldoende? Nee, dat is de helft van wat ze willen. Betekent dat dat er nog een staking aan zit te komen? Opzeker, ja. Opzeker. Ja, en dat komt. Kijk, Thijs Rovers en Jan van der Ven, dat zijn mensen, dat zijn collega's, leraren. Die hebben dit initiatief, hebben ze kracht bijgezet. En er is gewoon een enorme beweging ontstaan. Waar de vakbonden uiteindelijk ook zich bij hebben aangesloten. Maar uiteindelijk is het gewoon vanuit de leerkrachten zelf ontstaan. En ze hebben tot nu toe hebben ze laten zien dat ze touwtjes in handen hebben. En ik verwacht dat ze dat zullen houden. En dat betekent dus ook dat ze zich niet zullen. Niet van dit pad zullen afbrengen. En dat uiteindelijk toch gewoon. Dat we dat krijgen waar we recht op hebben. Oké, 1,4 miljard is dus het doel om te halen. Dan zou ik graag, voordat we naar de documentaire gaan kijken, op het podium willen vragen de makers van de film. En geef ze een hartelijk applaus. Maarten Stuifbergen. APPLAUS
geef jullie even een eigen microfoon, jongens. Ik geloof een... Ja, volgens mij, dat duurt altijd een klein beetje. Maar jullie komt wel. Uit, denk ik. Ja. Jullie hebben hier een jaar lang aan gewerkt, klopt dat? Ik denk 2 jaar eigenlijk bij elkaar wel. 2 jaar? Ja. Oktober 2015 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. En wat was de precieze aanleiding van de film? Waarom zijn jullie deze film gaan maken? Het is eigenlijk begonnen dat we 2 jaar geleden met elkaar gingen koffie drinken in een café. En Stefan zat net op het snijpunt van niet meer werken in de zorg, maar fulltime foto's en video maken. Dat had ik gehoord. En ik was heel erg bezig met vragen in mijn hoofd over het leraarschap. En dat wilde ik graag, die vragen wilde ik stellen aan mensen. En dat wilde ik eigenlijk op beeld zetten. En mijn vraag aan Stefan was dus, wil je me helpen? En dat liep uit de hand. En, ja. Dat liep uit de hand. Stefan hoefde daar niet lang over na te denken. En we zijn toen gewoon gestart met een lijst maken van mensen die we wilden interviewen. En, niet per se met een documentaire helemaal in je hoofd. Niet. Nee, meer korte filmpjes. Ook als inspiratie voor mensen, voor studenten ook. Ook binnen lerarenopleidingen. Om te laten zien van, goh, wat, om ook studenten te inspireren. Wat voor leraar wil je nou worden? En we vonden die beelden zo waardevol. Dat we dachten, ja, dit is eigenlijk zonde om dit niet in een mooie mal te gieten en hier iets moois van te maken. Hebben jullie op een gegeven moment ook een hoofdvraag geformuleerd die je wilde onderzoeken? Ja, uiteindelijk heeft Maarten eigenlijk een beetje, die is met die vraag aan de slag gegaan. En hebben we samen een verhaal ontwikkeld. En ja, zodoende zijn we eigenlijk tot het hele verhaal gekomen van de documentaire. En jullie hebben samen ook de keuze gemaakt om bijvoorbeeld de 2 leraren die gevolgd worden te laten afvolgen met de individuele interviews die jullie hebben gedaan. Ja. Ja. En de hoofdvraag, wat was die, Maarten, voor jou? Nou, een stukje context is misschien goed. Ik heb meer dan 10 jaar voor de klas gestaan. Ik ben nog steeds heel erg met hart en ziel betrokken bij die basisschool. Maar in die tijd dat ik dat deed, was dat heel waardevol voor mij. Maar dan heb ik het alleen over mezelf. En wat ik dacht is, hey, wat laat ik nou eigenlijk na met dat werk wat ik doe? Dus welke bijdrage lever ik eigenlijk als leraar? En er kwamen dus al snel vragen in mijn hoofd als, wat is nou de impact van een leraar op mensen en maatschappij? Bijvoorbeeld, grote vraag. Of wat is nou de kracht van die leraar midden in die klas met kinderen? Wat is nou zijn grootste kracht? En dus ook heel erg vanuit een positieve insteek. En die vragen ben ik eigenlijk gaan stellen, samen met Stefan, aan al die mensen. En konden we dus ook heel mooi, omdat we elke keer aan iedereen dezelfde vraag stelden. Aan kinderen, aan beleidsmakers, aan leraren, aan muzikanten, aan schrijvers, cabaretiers, predikant. Dus we hebben een heel breed spectrum geïnterviewd. En konden we heel mooi kijken, hey, waar liggen nou die verschillen? En vanuit welk perspectief geeft wie nou op welke manier antwoord? En hebben jullie het idee dat die vragen ook zijn beantwoord? Ik denk dat, dat we eerder ons doel hebben behaald door de antwoorden van de vragen die zet hier meer aan het denken. Dus het heeft een beetje een open einde wat dat betreft. Het zijn vertrekpunten voor gesprek over leraarschap. Precies, ja. Ja. En is er één, dat wil ik wel aan jou vragen, Stefan. Jullie hebben natuurlijk ontzettend veel beeldmateriaal geschoten. Ja. Is er waarbij je waarschijnlijk heel wat mooie dingen ook hebt moeten laten vallen. Ja, kill your darlings. Is ja, er zeker. Één iets dat je nog bijstaat waarvan je dacht, oh, dit is heel pijnlijk, maar dit past er gewoon niet in. Maar wat je wel misschien hier nog zou willen vertellen? Nou ja, ik denk dat we eigenlijk wel echt het beste eruit gehaald hebben. En er zijn zoveel stukken die heel erg mooi waren, die we er toch uit hebben gehaald. Maar ja, daardoor zijn we wel gekomen tot dat we nu hebben. En okay. Zou ik dat niet 1, 2, 3 zomaar nog wat moois. Mag ik aanvullen? Jazeker. Jij hebt hem wel. Er zijn een aantal mensen die we geïnterviewd hebben, die we uiteindelijk niet hebben gebruikt in de film. En het was niet omdat die interviews niet waardevol waren. Want dat waren hele waardevolle inzichten. Maar die hebben we niet gebruikt omdat het gewoon net niet paste in de loop van de film. En het verhaal dat we wilden vertellen. Dus met de interviews, de beelden en ook het volgen van Menno en Naomi, de 2 leerkrachten, past het allemaal precies goed in elkaar, denken wij. Goed, we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden natuurlijk. Met die woorden gaan we naar de documentaire kijken. Alvast dank voor nu. Ik kom aan het einde van de avond nog even bij jullie terug met een laatste vraag. Ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier.
beetje lopen kletsen, in de zon gelegen. Ik had een flesje wijn meegebracht. Prachtige film, jongens. Dank jullie wel daarvoor. Mag ik op het podium uitnodigen voor het eerste gesprek Vincent Bijlo, Peter Heerschop en Bart Ongering. Ja, ik zit dan. Schenk lekker wat water in. Ja, voor elkaar, voor jezelf. Gezellig water. Ja. Peter, ik zou graag bij jou willen beginnen. Goed. Mooie film, jongens. Ja. Je vertelt in de film dat toen jij zelf in, ik weet niet meer precies, groep 4, 5 zat, dat er een lerares was die jou eigenlijk een beetje uit het niets plotseling een voordracht liet houden voor de klas. En dat ging wonderwel goed. En dat opende voor jou misschien een aantal nieuwe mogelijkheden. Hoe wist zij dat? Geen flauw idee. Nee, echt niet. Dat had ze ook niet kunnen weten. Dit was in de eerste lesweek, wat ik ook hier vertelde in die film. In de eerste 4 jaar heb ik vrijwel niets gezegd. Zeg maar niets. En die vrouw die zei, lees jouw opstel even voor, want ik denk dat je dat heel goed kunt. Dat wist zij helemaal niet. Maar zij schatte in dat ik verlegen was. Maar ze dacht, ja, ik geloof in hem. Ik denk dat hij dit kan. En ik mocht iets voorlezen. Ik was zo trots. Ik was gelijk straalverliefd op die juf. Ik vond haar geweldig. Ja. Ja, en het heeft wel echt iets betekend. Want voor het eerst dat iemand tegen mij zei, even los van thuis, ik had hele lieve ouders, maar op school, ik was best bang op school. En opeens zei iemand, jij kunt iets. Nou ja, ik ging er gelijk ook in geloven. Ik denk, nou ja, dan als deze juf dat vindt, nou dan kan ik het ook. Dus dan zit het bedaan. Dus je helemaal doorgeschoten ook. Ja, dat is. Uiteindelijk natuurlijk is het bij niet uit het raam geëindigd. Podiumbeest geworden, ja. Doorgeschoten. Maar dan zit het dus bij naam in het vertrouwen dat ze je gaf. Ja, nou, ik heb een paar keer dit soort situaties gehad. Ook op de middelbare school stotterde ik heel erg. En toch vroeg een Nederlandse leraar, zou jij de hoofdrol willen spelen in De Grote Avond? Ik zeg, nou, daar heb je niks aan. Ik zei het niet in één zin, hè. Ik zei het in heel veel zinnen. En hij zegt, maar ik denk dat je dat kunt. Het is een paar keer zo gebeurd dat iemand mij het gevoel gaf dat ik iets kon. Ja, dat is toch bijzonder. Dat is levensveranderend. Ja, dat is heel bijzonder. Vincent, is dat misschien wat jij bedoelde met wat je in de film zegt, het zien van het kind? Van ja, de mens? Moet het kind natuurlijk. Want die leraar hebben blijkbaar een andere blik dan jouw ouders of jouw omgeving. En die kunnen inderdaad dingen zien die nooit gezien worden. Maar ze kunnen ook jou bijvoorbeeld uitdagen tot zeer onverwachte dingen. Ik had op de middelbare school, overigens dezelfde school als waar Peter op gezeten heeft. We hebben op dezelfde school gezeten. Ja, het is een garantie voor succes. Ja. Dat was Erik Bor, die leraar Nederlands waarschijnlijk. Ja, die van De Grote Avond. Ja. Want die heeft dat bij mij dus precies hetzelfde gedaan. Want hij heeft mij een rol laten spelen in Die Grote Avond. Ik drumde in het orkest. Mm-hmm. En dat vond ik heel leuk. Maar op een keer mocht ik in Die Grote Avond mocht ik ook een ongelofelijke koorbal spelen. En ik dacht van, nee, dat kan ik niet, zeg. Ik dacht echt dat ik. Maar dat is mijn oer-cabaret-ervaring. Want mensen moesten daar vreselijk om lachen. En ik snapte natuurlijk totaal niet waarom. Dat soort dingen zijn zeer bepalend. Ik had het natuurlijk in extremere mate. Want ik kwam van de MAVO op het Blindeninstituut. Zat ik met 3 mensen in een klas. Kwam ik opeens op dat fietscollege met 30 kinderen in een klas.
Dus dan moeten er mensen zijn, en met name leraren, die jou een beetje vooruit duwen en die je niet in je schulp laten kruipen en die jou als het ware gelijk maken aan die andere kinderen. Dat is buitengewoon goed gelukt. Zijn dat te leren vaardigheden of zijn dat talenten die iemand heeft of niet heeft? Het zijn talenten, maar het zijn ook leraren moeten zich heel erg bewust zijn. Dus die moeten altijd hun antennes uit hebben staan. Dus die moeten ook inderdaad niet zozeer voor de klas staan als wel in de klas staan. Mm-hmm. En die moeten constant hun eigen vak opnieuw uitvinden. Die moeten steeds maar bezig zijn met wat is het ook eigenlijk? Het is eigenlijk, gisteren was de nacht van de leraar in Leiden. Toen heb ik een lezingetje gehouden waarin ik ook zei dat het moet eigenlijk hetzelfde zijn als bij ons, cabaretiers, dat je na 10 jaar die zaal ruikt en dat je denkt van ja, ik mag weer, jongens. Zin in. En dat moet ook als je die muffige geur van die klas met al die jassen en en dat zeil ruikt en zo, dan moet je ook denken, ja, daar gaan we. Bart. Ja, maar het is wel te leren. Het is een bewustzijn. Het is weten dat er de hele dag iets kan gebeuren. Het gaat uiteindelijk. Ik heb pedagogiek gestudeerd en ik vind het heel fijn dat het weer helemaal in opkomst. Het gaat om de relatie. Als je die iedere keer aangaat, het gaat om de verbinding, om de verhouding tot een ander. En als je die iedere keer aangaat, als je daar bewust van bent, van ik ben werkelijk geïnteresseerd, ik ben nu bij jou, we zijn samen. Als jij iets leert en je denkt, ja, ik kan het, is niet ja, ik kan het, dan is het ja, wij kunnen het. En dat bewustzijn. Ja, dat kun je leren. Over die pedagogiek wil ik zo nog wat andere dingen vragen. Bart, als jij de klas instapt en je ruikt de geur van regenjassen, denk je dan, ja? Ja, dat zal ik als eerste vragen om de jassen uit te doen natuurlijk. Als je dan die les begint, dan is het fijn om inderdaad wat Peter al echt, dat is gewoon echt wat het is, dat je niet voor die klas staat, maar dat je je tussen de leerlingen begeeft. En je bent niet per se een meerdere, maar je bent wel die persoon waarvan zij hopen en mogen verwachten ook dat jij waarheden zegt. En datgene wat jij die leerlingen vertelt, en dat kunnen echt kleine knepen zijn en kleine speldeprikkers voor jou misschien, maar voor die leerlingen zijn dat hele grote dingen soms. En daar moet je als docent wel bewust van zijn. Ja. Kunnen we dan constateren dat je als leraar misschien de meeste impact hebt als pedagoog, nog meer dan kennisspecialist? Ja, want vanuit die pedagogische benadering krijg je het voor elkaar om kennis over te brengen. Als jij super alwetend bent, maar je krijgt het niet over bij die kinderen, dan kun je ook naar huis gaan. Want die plek waarvanuit je van vertrouwen of waarvanuit je vanuit een band of liefde of warmte jouw kennis op die kinderen overbrengt, dan gaan zij gewoon aan je lip hangen, wat Tanja in de film al heel duidelijk zei. En dat kun je alleen maar vanuit de pedagogische hand doen. Je moet van hele erg goede huizen komen, wil je dat alleen maar vanuit de kennis kunnen doen. Maar het is meer. Hè? Het is te gemakkelijk als je zegt iedereen is leraar. Het is ook een beroep. Ze zeggen wel altijd het is een roeping. Nee, het is een beroep. Het is ook om mensen te verheffen. Je wil ze naar boven krijgen. Dus je hebt ook een visie bij. Het is niet alleen maar de verbinding. Maar dat is wel de essentie. Dat is de kern. Daar begint het mee. Daar is de wens om te leren. Daar is de overgave. En dan gebeurt het. Maar dan moet je wel weten waarheen je gaat met iemand. En het is niet maar wat doen. En dat is een verschil. Mensen roepen altijd, ja, maar jij hebt een hartstikke leuk vak. Zeggen ze ook altijd, als je les geeft, oh, wat leuk. Nooit, oh, wat bijzonder. Ze zeggen, goh, wat leuk. Maar leuk is, Donald Duck is leuk. Maar je probeert echt iets te bereiken. Vind ik niet. Daar heb trouwens je over nagedacht. Wat zeg je? Ik vind Donald Duck helemaal niet leuk. Nee, maar Greta. Ja, je zou het eigenlijk een keer moeten zien. Maar goed. ja, wat is. Oh, dat maar is het. Ja. Ja. We mogen misschien met iets meer respect over het beroep leraar. Nee, ja, maar snap je. Het is een bijzonder belangrijk beroep. Ja, maar op jouw vraag terugkomen. De basis is wel de pedagogiek. Is de relatie altijd. Relatie, relatie, relatie. Nog een vraag voordat ik naar de zaal ga voor wat vragen aan jullie. Deze vraag wil ik aan alle drie stellen. Te beginnen bij jou, Vincent. Wie draagt volgens jou de grootste verantwoordelijkheid voor het welzijn van de leraar?
Nou, de hele maatschappij. Iedereen moet zich bewust zijn dat leraren een sleutelpositie innemen. Want zonder leraren heb je gewoon geen maatschappij. Komt de maatschappij niet verder. Leraren zijn letterlijk gewoon de toekomst. Want leraren die leiden hele nieuwe generaties op. Ze zijn buitengewoon belangrijk. We moeten er ontzettend goed voor waken dat ze binnen alle sectoren... Hè, bijvoorbeeld in het mbo dreigt er een enorm tekort aan een bepaald soort leraar. Daar moet je echt enorm voor uitkijken dat dat niet gaat gebeuren. Omdat de leraren, dat is eigenlijk gewoon de zuurstof van je maatschappij. Van je, zowel economisch gezien als sociaal gezien. Dus iedereen is daar verantwoordelijk voor. Maar ik vind bijvoorbeeld als je politiek kijkt... Eigenlijk zou dat ministerie van Onderwijs gewoon losgekoppeld moeten worden van ideologie. Dat zou eigenlijk boven de partijen moeten staan. En er zou veel meer een constante in moeten zijn. Dus dat niet elke keer weer je minister krijgt en die denkt... nou, nu ga ik dit doen en nu ga ik dat doen. Dus nee, dat moet boven de partijen staan. Daarvoor is het namelijk veel te belangrijk. Sluit jij je daarbij aan? Peter? Ja, totaal. Ja, dat is echt zo. En dat heeft Vincent heel mooi verwoord ook. Het is ook een zorg van de hele maatschappij. De stakingsdag vandaag gaat toch daarover? Het gaat toch niet... Kijk, het gaat om geld natuurlijk, maar het gaat om status. Het gaat om aanzien. Het gaat om dat je je begrepen voelt in wat je doet. Daar gaat het toch om. En dat vertaald wordt in een economische functie. Tuurlijk, dat zal. Maar ik weet zeker dat iedereen die vandaag ging staken, ging het van kijk wat we doen en beseffen jullie hoe belangrijk het is. En daar hoort ook een bepaalde beloning en er hoort een bepaalde aandacht. En dus ben ik het geheel eens met Vincent. Helder. Bart, heb jij daar nog aanvullingen op? Nee, eigenlijk is alles al gezegd. Ik heb wel een mooie anekdote van gisteren. Ik heb de laatste dagen oudergesprekken gedaan van mijn nieuwe mentorklas. Mm-hmm. En de kennismakingsgesprekken zijn zonder de leerlingen en alle gesprekken de komende 2 schooljaar, die zijn met de kinderen erbij, omdat oude gesprekken zonder kind is best een beetje raar. Maar er komt een man naar me toe van geneeskunde kom af en we waren nog niet begonnen en hij zegt kom staan en hij geeft me een hele stevige handdruk en hij zegt Bart, mijn zoon is de komende 2 jaren ook uw zoon op school. En dat is zo mooi. Dan breekt je hart, maar ja. Je hart verwarmt ook gelijk. Maar dat is wel een beetje een samenvatting van de rol die jij als docent op school bekleedt. En dat is dus gewoon een relatie die je aangaat met die leerling vooral. En die ouder die staat daar niet tegenover, maar dat doe je echt samen. En dat hele ding van ouders die tegenover de school staan, idee, ja, dat voel ik ook wel soms, maar dat is ook heel vaak niet. En die verhalen die mogen best wel wat vaker genoemd worden. Het zijn er echt maar een paar waar je af en toe een discussie mee aan moet gaan. Maar het gros is echt super oké. Als je hen ook meeneemt in het verhaal. Ja, je moet ze meenemen. Je moet ze ook helemaal niet als docent willen zeggen... die ouder die staat tegenover mij. Want tegenover mij, dat geeft een soort van idee van... we zijn vijanden van elkaar. Precies. En dat is toch een tijdelijke vriendschap die je met elkaar aangaat. Met als gemeenschappelijk doel... om het kind verder te brengen. Dat is toch wat onderwijs en opvoeding is. Absoluut. Grote verantwoordelijkheid. Pijler dus van de samenleving. Ik kijk even de zaal in. Is er iemand die tijdens de film een gedachte had... of een vraag die opkwam... of die naar aanleiding van het gesprek nu graag een vraag zou willen stellen? Steek even je hand omhoog. Wees niet verlegen. Ik kan me niet voorstellen dat er geen enkele vraag te stellen is. Ja, het was natuurlijk een uitstekend helder verhaal. Dat is absoluut waar. Ja, ik zie een vraag hier. Ik kom naar u toe. Ik heb een opmerking, want ik stond vandaag dus wel in Den Haag. En wat je leest in de krant en wat je hoort... is dat ouders nu een dag geen opvang hadden. En er is nergens gezegd... mijn kind heeft een dag geen onderwijs. En dat vind ik echt heel bijzonder. Dat er dus zo... naar leerkrachten wordt gekeken en naar het onderwijs. Dat wou ik even kwijt. Ja, alsof het onderwijs uitsluit het opvang van je kinderen is. Ja. Ja. Er is heel veel gezorgd voor opvang, sportclubs en manege's, maar geen onderwijs. Dat is helemaal niet goed. Ja, nee, dat klopt. Er zijn, ik geloof wel, een aantal initiatieven geweest die... zeg maar, alternatieve onderwijsdagen wilde organiseren. Het lijkt mij ook
Geweldig, omdat mocht er nog een stakingsdag nodig zijn, en ik hoorde eerder op de avond dat dat gaat gebeuren. Nou ja, laten we hier met een klas afspreken om gewoon onderwijs daadwerkelijk te gaan geven op die dag, zodat de leraren kunnen gaan staken. Lijkt me een uitstekend idee. Zijn er nog andere vragen? Opmerkingen? Ja, hiervoor. Ik heb hele mooie dingen gezien en gehoord. Ik heb zelf de overstap gemaakt van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs. En ik ben het helemaal met je eens dat je als leraar het verschil kan maken en dat de relatie de basis is. Maar tegelijkertijd zie ik ook de realiteit. Jullie noemen één leraar uit je schoolcarrière die voor jou het verschil heeft gemaakt. Maar ik zie om me heen ook andere docenten. Ik zie ook docenten die misschien helemaal niet vinden dat de relatie het belangrijkste is. Nou ja, ik zie het gewoon om me heen bij collega's. Er werd genoemd, docenten moeten meer ruimte krijgen. Zit daar, ja, denken jullie niet dat er ook een gevaar in zit? Want er zijn, ik heb vakcollega's, vooral mensen die voor een vak gekozen hebben, ja, die helemaal niet zitten te wachten op die relatie en het echt wel anders zien. Zit daar niet een keerzijde aan, een groot gevaar als je zo zegt, we moeten meer ruimte, want er is niet alleen die leraar die je nu belicht hebt. Ik zie Peter met de microfoon in zijn hand. Ja, ik ben het geheel eens. En ik ken die leraar ook. Die zei, ja, daar heb ik niet voor gestudeerd hoor. Dat ga ik helemaal niet doen. En meer ruimte voor de leraar. Ik zat toen ook even. Toen dacht ik, is het wel waar? Is het niet zo? Je kunt je als leraar ook al afzonderen. Je kunt het al in je eentje. Je gaat gewoon in je lokaal zitten. En je hebt het gehoord op de vergaderingen. En je hebt zitten knikken. Maar je denkt, ik ga gewoon doen wat ik wil. En ik denk juist, je moet elkaar opzoeken. Je moet veel meer samen zijn. Als je je verantwoordelijk voelt voor de klas, moet je je ook verantwoordelijk voelen voor het hele team. Dus het is juist elkaar opzoeken. Niet, en daar denk ik, ja, moet je dan. Dus het gevaar wat jij ziet, zie ik ook. Dat je denkt, ja, moet je iemand daar helemaal vertrouwen? Nee, geef het team vertrouwen. Maar laat ze wel samenwerken. Maar ik denk dat ruimte misschien in dit verband eigenlijk meer slaat op dat je. Ja, er is natuurlijk een enorme tendens van meten is weten en een enorme tendens van labelen van kinderen. Ik denk misschien dat die ruimte meer slaat op het feit dat je dat als docent, zodra je dat namelijk minder gaat doen, dan zie je veel meer van dat kind. Dat is een uitdrukking, mensen zeggen altijd van in de zomervakantie zijn er opeens stukken minder ADHD'ers. Ja, dat komt eigenlijk omdat die kinderen dan inderdaad niet als zodanig gelabeld worden. Dus die kinderen die gaan handelen naar die labels, naar die stickers. Misschien is het dat wel dat men bedoelt met de docent meer ruimte geven om juist door die hokjes heen te breken. Ja, en het zit ook wel een beetje wat ik ook al zei in die film. Moeten we van iedereen hetzelfde verwachten? Ik gaf les op een brede scholengemeenschap en daar moest iedereen mentor zijn. Een aantal vond het echt vervelend. En je voelde bijna van. En die konden best goed lesgeven. Alleen dat deel van de persoonlijke begeleiding in het mentoraat. Ja, daar hadden ze zo'n hekel aan. En dat verpestte zo'n deugd dat je bijna dacht. Nou ja, laat die vier het niet doen. Ik doe twee klassen. Want ik vind het namelijk hartstikke leuk. Als je dat ook met ruimte bedoelt, denk ik, daar is ook winst in te halen. Ja, ook een leraar moet zijn eigen profiel hebben, dat vind ik ook absoluut. Een leraar is natuurlijk volkomen anders dan een ander. En die moet ook rarigheden en eigenaardigheden, want anders daar zijn het mensen voor natuurlijk. Maar uiteindelijk heb je ook een team docenten dat geeft les aan een klas. Dus stel dat het zijn 8, 9 docenten. Ik denk dat het voor kinderen ook heel goed is en belangrijk is dat zij zien dat dat ook echt 9 of 10 verschillende persoonlijkheden zijn. En inderdaad niet iedere docent die geeft les vanuit die relatie. En ik denk dat het goed is om heel goed te kijken van hey, welke personen geven nou lessen aan die klas en daar een team ook echt zorgvuldig op samen te stellen. Dat hoeven niet allemaal 9 knuffelaars te zijn. Daar mag ook echt wel een docent zijn die de kinderen echt heel streng benadert. En dat de kinderen vooral zien dat docenten ook vooral heel erg mens zijn en daarin hun eigen behoeftes en keuzes hebben. Belangrijke rol voor de schoolleider ook in deze. Ja, absoluut. Zeker. En ze hebben in het team ook wel recht op 1 hele slechte leraar. Want heb je een gezamenlijke vijand. Ja. Wie heeft je voor Nederland? Het Duitse natuurlijk aan school. Heren, mag ik jullie bedanken voor deze bijdrage. En geef ze een hartelijk applaus alsjeblieft.
mag ik dan voor gesprek nummer 2 op het podium vragen Claire Boonstra, Jasmijn Kester en Tanja Japanansing, alsjeblieft. En geef ze ook een hartelijk applaus. Drie verse glaasjes. Schenk lekker ook wat water in voor jezelf. Claire, ik zou graag bij jou willen beginnen. Jij bent de oprichter van Operation Education. Waarmee, en dat is nogal globaal gezegd, maar je eigenlijk een aantal fundamentele vragen stelt aan het onderwijs, het onderwijssysteem. Waarom doen we dit? Waarom doen we dit zo? Als het gaat over de rol van een leraar, leraarschap, wat zijn de belangrijkste bevindingen, antwoorden, conclusies die je tot nu toe kan delen met ons? Ik zou denken dat we in die onderwijsvragen de vraag waarom is er een leraar helemaal niet hebben gesteld. Gewoon een interessante vraag zijn geweest. Vrij fundamentele vraag. Ja, nou, op een gegeven moment 25 waren we er wel klaar mee. Maar, laat ik in ieder geval mijn eigen ervaring. Na 5 jaar van heel erg veel interacties met heel erg veel mensen. En ook gewoon kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En het is net ook wel door de heren ook wel gezegd, maar het vak van leraar, onderwijsprofessional, is gewoon het allerbelangrijkste beroep ter wereld. Ik kom zelf uit de zakenwereld, zeg maar. Ik heb in grote en kleine bedrijven gewerkt. En daar wordt heel veel geïnvesteerd in allemaal leiderschapsontwikkeling. En ik pot Jan Doren, jongens. Er is geen beroep wat meer impact heeft op de wereld, op de toekomst, op mensen, op individuen, dan het vak van leraar. Nou, is net ook al heel veel verteld, maar ik heb natuurlijk ook wel afgevraagd, als iemand komende uit de techsector, zal dat beroep ooit verdwijnen? Nou, echt niet. Echt niet. Dat zal enorm veranderen. Want die pure kennisoverdracht hoeft niet meer alleen via een leraar plaatsvinden. Vroeger in het pre-digitale tijdperk was er geen andere manier dan dat. Mm-hmm. Maar een leraar als aanreiker en ook soms als zeer bevlogen kennisoverdrager. Ja, het blijft samen met de schoolleider het belangrijkste beroep ter wereld. Tanja, je bent sinds kort manager op het Albeda College in Rotterdam. Herken jij wat Claire zegt? Heb je, als het goed, ja, hij staat aan. Ja. Als het goed is, doet hij het. Herken je wat Claire zegt? En heb je daar nog aanvullingen aan? Heb je nog andere gedachten bij de rol van de leraar in de toekomst? En alle mogelijke technologische of andersoortige veranderingen die er op til staan? Ja, ik heb tegenwoordig iets nieuws. En dat is dat ik, voordat ik ergens naartoe ga om te spreken met mensen, vraag ik de jongeren zelf wat ze ervan vinden. Omdat ik een soort missie heb in mijn leven op het moment. En dat is de stem van de mbo-student overal aan tafel brengen. Omdat ik vind dat ze te weinig nog worden gehoord. En het is best jammer, want 60% van onze jongeren gaat naar het mbo. Weet u, ik zeg het altijd, als u erover nadenkt, u ziet er allemaal behoorlijk goed uit vanavond. Uw haar zit goed, leuke kleren aan, mooie schoenen. Vast iets lekkers gegeten net. Al die dingen zou je niet kunnen doen zonder die mbo-studenten. Als die er niet waren, als de mbo'ers er niet waren, dan zat uw haar behoorlijk slecht. Was u kennelijk naakt en had u ook niet gegeten. Dus wat ik nu doe is, wat ik nu doe is dat ik... het applaus neem ik mee voor hun morgen. Ik had ze gezegd, hè, van ik ga hier naartoe. En want ik geef op maandag les en van dinsdag tot en met vrijdag ben ik dan manager. Want maandag geef ik les. Dat doe ik omdat ik echt vind dat je niet goed kan managen als je niet weet wat die dingen die je verzint achter je bureau, of dat die werken in de praktijk. En heel vaak verzin ik dingen waarvan ik denk, oeps, die moeten anders. Dat leer ik dan op maandag. Terug naar je vraag. Ik heb deze vraag gesteld aan de jongeren. Van, denken jullie dat iedereen heeft het erover? Er komen robots en van alles en nog wat. En straks zijn er geen leraren meer. En 90% van die jongeren zei, juffrouw, serieus, ik moet er echt niet aan denken hoor. Zonder leraar lijkt me niks. Dan ga je doorpraten. Dat is gewoon natuurlijk leuk voor ons allen om te horen. Dan ga je doorvragen. Van wat zie je dan voor je? Waarom is een leerkracht zo belangrijk? En dan zeggen ze, een leraar is iemand die je ziet, die je aandacht geeft, die je leert dromen, die je soms heel vaak de juiste vragen stelt. Wat ik ook mooi vind, is dat ze over het algemeen heel positief zijn over hun docent. Ja,
in de pauze vinden ze het leuk om even stoer te doen en zeggen, die docent is echt stom, dit, dat. Maar als je echt met ze het gesprek aangaat, dan heb je geen idee. U heeft geen idee hoe belangrijk u bent voor de jongeren. Met name mijn jongeren van Rotterdam-Zuid, die hebben thuis niet per se mensen, soms wel, heel vaak wel, maar niet altijd, mensen in hun omgeving die hun zeggen, je mag dromen of jij mag doen wat je zou willen doen. Ik zeg tegen mijn jongeren, als ik voor je klas sta, dan heb ik slechts één missie. En dat is om jullie een vonkje te laten zien van die beste editie van jezelf die je kan worden. Zou ik het vertrouwen geven waar Peter het ook over had? Hè? Het is het vertrouwen geven, maar het is soms ook, weet je wat akelig is, Rick? Dat ik heb jongens in mijn klas, van mbo zijn vrij oude jongeren, 18, 19, 20. Ik heb één jongen in mijn klas met tattoos in zijn nek, groot. En ik heb hem één keer gevraagd van, maar Errol, wie ben jij en wie wil je zijn? The sky is the limit. Je mag groot zijn, meeslepend dromen. En ik had deze jongen, groot, met tattoos in zijn nek, huilend in mijn klas. Omdat niemand hem ooit had gevraagd wie hij zou willen zijn en waar hij naartoe zou willen gaan. En dat is wat een leerkracht kan doen. En ik heb natuurlijk dat geweldige voorbeeld van meneer Satu in mijn hoofd. Maar dat is wat een leerkracht kan doen. Dus ja, er komen robots en ja, er is techniek. En het is fantastisch en daar moeten we ons voordeel mee doen. Ik ben dol op technologie. Maar die leerkracht die je vraagt wie jij wil zijn straks, dat kan geen robot kan dat ons nadoen. Ja, het is sowieso natuurlijk een prachtige anekdote. En er lijkt een soort constante in het verhaal te komen dat toen Peter en Vincent kleine jongetjes waren op school zaten, maar ook nu Bart lesgeeft en de mbo-leerlingen waar jij het over hebt. Het vragen wie ben ik, waar sta ik in de wereld, wie zijn wij, hoe verhouden we ons tot elkaar. Dat is natuurlijk waar de onderwijzer of de leraar een gids in is en zal blijven. Jasmijn, jij bent een rector op het Vathorst College in Amersfoort. Progressieve, vooruitstrevende onderwijsvernieuwende school. Zijn er misschien, zie jij veranderingen eraan komen in de wereld en de maatschappij, specifiek in het onderwijs, waarvan je denkt dat gaat echt iets betekenen voor de rol van de leraar? Dat gaat iets anders vragen? Ik weet niet of het zozeer iets anders vraagt. Ik denk dat het nog meer focus vraagt in het onderwijs, in het leraarschap, op ook wel enerzijds die persoonsvorming. Mm-hmm. Dus hoe verhouden wij ons mensen tot elkaar? En dat je als leerling, als kind, jongvolwassene, maar ook als leraar mag zijn wie je bent. En dat je elkaar de ruimte geeft dat je ook mag worden wie je bent. Dus dat je jezelf mag zijn, dat je gezien wordt, gehoord wordt en dat je met elkaar werkt en leeft vanuit gelijkwaardigheid. Want wij willen toch niets liever dat deze leerlingen die wij nu opleiden, en we zeggen vaak voor de toekomst, nee, ze staan nu al in de praktijk. Ze vormen al die jonge burgers in onze maatschappij. Dus we willen toch dat ze daar met enigszins vertrouwen in kunnen staan en kunnen reflecteren op de omgeving om hen heen. Natuurlijk met alles wat ook nog in hun lichaam aan de gang is, maar wel van jeetje, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Wat valt mij op? Waarin kan ik van waarde zijn? Waarin wil ik van waarde zijn straks? En wat heb ik daarvoor nodig? En ik denk dat dat nog meer essentie zal krijgen in het onderwijs. Daarin is natuurlijk die kennis essentieel, maar uiteindelijk gaat het er wel om hoe je die kennis vergaart. Hoe maak je dat betekenisvol voor jezelf? Wat vind je ervan? Wat kun je ermee? Hoe verhoudt zich dat tot de ander? En hoe kun je op die manier met kennis, maar met die vaardigheden, van positieve invloed zijn op jezelf, de ander en de maatschappij en de wereld? En we vergeten heel vaak die blik naar de wereld toe. Wij zijn hier notabene te gast op deze aardbol. Hoe gaan we daarmee om? Wat vinden we daarvan? Ja. Is het nodig om het onderwijs, om dit echt goed vorm te geven, anders te organiseren? Nou, ik denk wel dat onze onderwijsorganisatie ook heel scherp onder de loep genomen moet worden. Want onze onderwijsorganisatie is gericht op one size fits all. Mm-hmm. Leerlingen gaan van lokaal naar lokaal. Docenten zien wel soms 300 tot 400 leerlingen per week en geven iets over en je krijgt
van heel weinig eigenlijk mee welke chemie er plaatsvindt. Dus hoe wij onderwijs organiseren, sluit dat nou echt aan bij de bedoeling van ons onderwijs en bij de principes die we met elkaar vormgeven. Het kunnen zien van die leerlingen daadwerkelijk. Het kunnen zien van die leerlingen, voor, maar ook ruimte voor. Samen met elkaar die kritische discussie aan kunnen gaan van wat dan dat stukje kennis betekent voor jou als mens en wat voor effect het in het verleden heeft gehad en hoe je het kan toepassen in de toekomst met alle nieuwe middelen die je hebt. Dus ik denk wel zeker dat we ons onderwijsorganisatie en systemen heel kritisch onder de loep moeten nemen. Want het gaat niet om efficiëntie, het gaat niet om effectiviteit, het gaat om die twee samen nemen en kijken wat goed is voor de leerling en ook voor het welzijn van de leraar, om te zorgen dat we een positieve invloed op een betere wereld kunnen uitoefenen. Zou ik dan, voordat ik naar de zaal ga, jullie alle drie nog een keer dezelfde vraag mogen stellen, of eenzelfde vraag mogen stellen, als we het hier over hebben, over een onderwijsorganisatie die ervoor zorgt dat leraren echt zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Als er dan één iets is dat je zou mogen veranderen aan een school of aan misschien het beleid, één concreet specifieke maatregel, wat zou dat dan zijn? Je kan er ook even over nadenken dat we eerst naar de zaal gaan, komen we daarna op die vraag terug. Ja? Hetzelfde recept. Is er iemand die graag een vraag zou willen stellen? En zo ja, steek even je hand op. Menno, een van de sterren van de docu. Ja, nou, niet zozeer een vraag, maar meer een iets om over na te denken, discussie om te starten. Want het is wel de realiteit. Iedereen wil verder en we willen progressief zijn, maar het lukt niet. Hoe gaan we het doen? Ja, de vraag is meer van eerste stapjes kunnen we wel maken naar wat we graag willen laten lukken. En ik denk dat we ook af en toe wel wat meer burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn en leraren ook met elkaar. We wachten vaak ook op elkaar of op de schoolleider of het is het systeem. En denk van ja, kom op mensen, wij vormen het systeem. Er is heel veel ruimte. Dan gaan we met elkaar om de tafel zitten, dan gaan we het systeem bevragen wat wij alle dagen doen met elkaar. En dan gaan we kijken wat is goed in de inrichting en wat werkt niet. En dan gaan we dingen loslaten die niet werken. En dat lef, dat gun ik ons. En dan wel kritisch ook de mensen om je heen die ook wat vinden van je onderwijs. Gewoon proactief betrekken van we gaan deze richting op. Wat vinden jullie daarvan? Hebben jullie het al eens ergens anders gezien? Werkt dat? Maar ik denk dat we moeten klein beginnen met de kleine stapjes die we graag willen realiseren. Maar wel samen in een school. Met leerlingen, met docenten, met schoolleiding. Want je hebt elkaar echt heel erg hard nodig. Je staat met elkaar in verbinding. En er is ook best wel wat ruimte. Ik had hier een schoolleider onlangs die zei op het podium, wij hebben met onze school bedacht, we gaan gewoon kijken naar wat er minimaal van ons gevraagd wordt door de onderwijsinspectie. En daarna kijken wat er overblijft aan ruimte. Het bleek eigenlijk best wel veel ruimte al te zijn. En misschien zou dat bijvoorbeeld een concrete eerste stap kunnen zijn naar, nou ja, een nieuwe onderwijsvisie of wat burgerlijke ongehoorzaamheid. Claire? Wat ik merk, wat het onderwijs enorm mist op dit moment, is een heel helder geformuleerd ja. Waar staan wij voor? Gewoon de I have a dream woorden. En er is veel, veel ongenoegen en er is heel veel pijn in het onderwijs, heel veel frustratie. Het is heel duidelijk wat we allemaal niet willen. Maar we missen een heel groot, helder waartoe en waar streven we dan naar? De big, hairy, audacious goal, zeg maar. En wat ik fascinerend vind, als je naar de Global Goals kijkt, de duurzame ontwikkelingsdoelen, dan heb je no poverty, no hunger, allemaal hele concrete doelen. Maar nummer 4 is dan quality education, het kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Maar wat is dat dan? Dat hebben we helemaal niet helder geformuleerd. En het is wel iets, een exercitie die we met elkaar moeten gaan doen de komende tijd, om echt tot zo'n heel helder doel te kunnen komen. En weet je, wat mij betreft zijn dat echt doelen als in dat in, nou ja, 2030, hè, die duurzame ontwikkelingsdoelen gaan tot 2030, is de school de meest gewilde plaats om te zijn voor zowel een leerling als een leerkracht. Why not? En wat betekent het als we dat als doel stellen? Wat is er dan gebeurd? Dat is één ding wat we heel erg hard nodig hebben.
En als je het hebt over, sorry, ik ga alvast op je, ik heb er even over nagedacht. Maar ook, we hebben ook weer veel onderzoek naar gedaan. Maar wat is er eigenlijk, als je het hebt van wat is er in de organisatie nodig? Want als je kijkt naar wat maakt nou een duurzame economie of een bloeiende economie, een goede, geweldige organisatie, een geweldige samenleving, dan komt het elke keer weer op dezelfde factoren. En dat is eigenlijk samen te vatten als een functioneren als een ecosysteem. En dat wordt gekenmerkt door een hele grote mate van diversiteit van verschillende activiteiten, maar ook verschillende actoren en mensen. Uniciteit, hè. Uniek zijn is heel belangrijk. Complexiteit, moeilijk na te maken, dus zeker geen one size fits all mensen. Hè, maar juist mensen faciliteren die heel veel verschillende achtergronden hebben. En nabijheid, kruisbestuiving. Dat zijn allemaal factoren die een goed ecosysteem creëren. En dat is heel erg veel onderzocht. En eigenlijk weten we dat uit de natuur. Want de kracht van een ecosysteem bestaat bij de gratie van de mate van biodiversiteit. Dus als we dat in ons achterhoofd houden bij het creëren van onze scholen van de toekomst, dan ja, weet je, er is al zoveel over bekend. We hoeven dat alleen maar te kopiëren, bij wijze van spreken. En dan komen we zoveel verder. En scholen als die van Jasmijn en Agora en Witteringen, Mondermijn, al die scholen die ik echt geweldig vind, die hebben dat allemaal al soort van in een achterhoofd. Scholen als ecosystemen, ja, Jasmijn? Ik denk, scholen die geweldig zijn, daar leven, werken, ik wilde bijna zeggen wonen, maar zover gaat het niet. Leren gelukkige mensen. En natuurlijk heb je wel eens een keer je dag niet. Laat het alsjeblieft ook bestaan, want vanuit weerstand ontstaat ook groei. Maar jongens, echt, het gaat ook echt dat geluksgevoel. En dat ik weet dat het echt een hell of a job is, leraar zijn, om zoveel kinderen te bereiken in hun hart en ook vanuit je eigen hart. Het maakt het ook heel kwetsbaar. Maar ik gun ons ook meer trots en geluk in het onderwijs. En dat start echt vanuit onszelf. Mag ik nog iets toevoegen? En zeker. Dat is misschien. Ja, ik kom pas kijken. Hè, ik heb tot 4 jaar geleden niet in het onderwijs gewerkt. Ik heb allerlei andere dingen gedaan, in de media en jurist gespeeld en noem maar op. 4 jaar geleden mocht ik op de school van Bart beginnen, OSB, lesgeven als Tweede Kamerlid. En ik schrok me werkelijk kapot. In die zin, hoe ontzettend hard er wordt gewerkt. Ik wist dat natuurlijk wel een beetje, maar als je daar rondloopt en je ziet docenten 100% geven. En dan vervolgens door mensen zoals ik zelf uit die politiek allemaal regels over ze heen storten. Dus ik vind het, ik denk, ik zoek naar woorden. En terwijl ik naar woorden zoek, ga ik het toch zeggen zoals ik denk dat ik het wil zeggen. Er is een moeilijk gesprek wat nog gevoerd moet worden. En wat we, denk ik, niet adequaat voeren. Want die vraag die jij stelt is natuurlijk ontzettend wezenlijk. Want er zijn wel heel veel docenten, ook op mijn school. Er zijn prachtige mensen. Die zijn ooit 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar misschien wellicht daar naar het Albeda College of naar welk college dan ook gegaan. En zeggen, ik word leraar. En dat hebben ze met passie gedaan. En langzaam maar zeker zie je dat weggaan. Omdat wij als politiek, als samenleving, als media. Maar bijvoorbeeld ook vandaag, dan gaan de mensen staken voor hele wezenlijke zaken. Namelijk, wat ze eigenlijk aan ons allemaal zeggen, is geef me mijn vak terug. Laat me niet met die rompslomp van gekke administratie bezig zijn, maar gewoon met waar ik voor op aarde was, namelijk gewoon lesgeven. En wat staat er dan in de kranten en wat hoor je op de radio? Boze leraren. En wat die dame net terecht zei, dan gaan de ouders zeggen, oh jee, we hebben geen opvang. He, dus de hele maatschappij kijkt wel op een hele rare manier op dit moment naar docenten. En dat zullen we dus werkelijk met z'n allen, dat woord is net ook al gevallen in het vorige gesprek, we zullen het daadwerkelijk samen moeten gaan doen. Dus we kunnen niet docenten alleen opschepen met los het maar lekker zelf op. We kunnen ook niet alleen naar de politiek wijzen van kom, stop met regels. Maar het is een ontzettend moeilijk gesprek. Hoe kunnen we dat gesprek beter voeren? Nou, als ik het wist, dan was ik spekkoper natuurlijk. Maar het is wel, ik denk wel het al beginnen te adresseren. Dus het niet zomaar even wegmoffelen of met elkaar zeggen van ja, nee, maar we hebben heel veel mooie, wat echt zo is. Hè? Want die voorbeelden zijn er en die zijn prachtig. Tegelijkertijd er is dus een hele grote groep mensen, een hele grote groep docenten, die denkt, verdorie, geef mij inderdaad mijn beroepstrots terug. En voer wel het gesprek,
een keertje adequaat. En laat ons niet op een malieveld lopen roepen van mag ik alsjeblieft wat centjes erbij. Het is een wezenlijk gesprek dat gevoerd moet worden. En misschien, Rick, moet de Bali dat gaan intameren. We doen ons best, we doen ons best. Even nog een korte aanvulling. Ik denk ook echt, en dat, daar geloof ik ook, daar ben ik gewoon van overtuigd. Alles staat met elkaar in verbinding, daar sluit ik helemaal bij aan. En ik denk ook dat het in Nederland ontbreekt aan een duurzame visie op onderwijs. Ja. Het is te onderhevig vanuit allerlei belangen. Korte termijn gedacht vaak. Ja. 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 En dat is echt heel risicovol. Ja. Peter, ik heb jouw vinger gezien. Ik kom eerst bij deze meneer. Ik hoor de hele tijd allemaal opmerkingen over hoe scholen in de toekomst moeten veranderen. Ligt de grootste taak niet bij de pabo's? Ja, ook dat is een factor die in dit grote geheel een absolute belangrijke rol speelt. Maar weet je, in de media, ik heb zelf een versnelde pabo gedaan. En hoe negatief de pabo in de media belicht wordt. Nee, maar en ik ben eigenlijk heel erg tevreden over de pabo die ik heb gedaan. Dus laten we even de pabo lostrekken van het woord pabo. Maar de lerarenopleidingen ook meenemen in dit geheel. Wij voeren niet met elkaar de essentiële dialoog over wat het curriculum of wat de wereld, wat kinderen, wat jongvolwassenen nodig hebben om voor positieve invloed te zijn op het samenmaken van een betere wereld. Ik heb ook de pabo gedaan en ik heb een vrij negatief beeld van de pabo. Ik heb 3 weken lang fantasiedieren geknutseld van kosteloos materiaal. Dat was mijn pabo-ervaring en ik dacht, ja, dat is een leuke opdracht om met kinderen te doen, maar niet om door mij te laten uitvoeren. En zo zijn er een aantal voorbeelden waarin ik in de sloot stond te vissen naar kikkervisjes. Ik kan een aantal talloze voorbeelden noemen. En nadat ik mijn pabo had afgerond na 4 jaar, dacht ik, ja, ik had dit ook in 1,5, misschien in 2 jaar kunnen doen. En dan kon ik voor de klas. En toen ik uiteindelijk voor de klas stond, viel de taak lesgeven mij na 2, 3 jaar best wel zwaar op mijn dak. En ben ik gestopt. En veel mensen, las ik ook vandaag weer in de krant, zijn gestopt. En het is eigenlijk een nieuwe doelgroep die weer moet worden aangesproken om voor de klas te komen te staan. Ja, ik zal jouw ervaring niet tekort doen. En ik vind het spijtig dat je die ervaring hebt opgedaan. Gelukkig bestaan er meerdere perspectieven. Hè? En zijn we met elkaar ook gewoon een lerend systeem. En ik vind nogmaals dat het echt essentieel is dat we de dialoog voeren. En niet alleen aan de tafels van bestuurders. Nee, met alle actoren die invloed kunnen uitoefenen op het samen creëren van een betere wereld. En daar is onderwijs een ongelooflijk belangrijk sleutel in. Het zijn wel de jongeren die zoveel uitdagingen hebben en zoveel problemen nog moeten oplossen die wij creëren met elkaar. En kijk eens naar de voorbeelden die ze krijgen. En gelukkig hele goede voorbeelden in de interactie in het dagelijks leven. Laten we dat vooropstellen. Maar echt, die essentiële dialoog moet gevoerd worden. Dat is gewoon urgent. Waarom gaan we die uit de weg? Ja. Helder. Peter. Nu zit er een ding tussen. Wat ik ben het eens natuurlijk. Ja, nee, je hebt gelijk. Natuurlijk moet het beginnen bij de opleidingen voor degenen die dat gaan doen. Ik wilde hier nog over het moeilijke gesprek wat jij zegt, Tanja. Ja, jij ontroert mij al zo enorm hoe jij praat over de leerlingen. Dat dank je wel. Maar in het gesprek, het is zo mooi omdat jij zegt, ik zat in de Tweede Kamer en ik kom op school en ik voel dan pas hoe moeilijk het is. Dat is het dus. Mensen moeten recht van spreken krijgen door te weten waar ze over praten en niet vanaf een afstand. En het is dus heel fijn dat mensen die in de schoolleiding zitten toch lesgeven. Dat mensen die zeggenschap hebben vanuit de politiek ook af en toe lesgeven, weten waar het over gaat. En dan wordt het gesprek minder moeilijk. Ja. Ik denk dat je daar echt gelijk in hebt. En dat het, weet je, die jongeren van mij die zeggen iets heel moois altijd tegen mij. Zeggen, juf, practice what you preach. En die vind ik dus heel mooi, want dat is inderdaad dus het voorleven. Maar ook practice what you preach heeft een enorme uitdaging erin. Maar dat betekent dat je inderdaad echt moet weten. Voordat je preach moet je dus weten, hey, you have to practice it. Dus je moet weten waar je het over hebt. En dat moeilijke gesprek waar ik echt naar op zoek ben. Want ik heb ook nog steeds niet de woorden. Want Rick vraagt het heel terecht ook aan mij. Van ja, als je iets roept, moet je ook dan, geef daar dan woorden aan. Maar het is... ik zelf zie ineens de uitdaging dat ik denk, hey, morgen op school ga ik het meteen met mijn eigen kids doen. Ik zou even gaan vragen van, goh, hoe zou je dat nu moeten keren? Want dat heb ik vaak, als ik dan vastzit, dat ik denk, ik weet het ook niet meer. Dan ga ik met hun praten.
En dan komen zij met zulke simpele dingen, bijvoorbeeld over werkdruk. Ik denk, ze zei van, docenten hebben het gewoon verschrikkelijk druk. En ze moeten zoveel dingen doen. Wat zouden we toch kunnen doen om het voor hun op te lossen? En dan zeggen de jongeren, het is weliswaar beroepsonderwijs. Hè? Dus ze zeiden, nou ja, wij doen, ze zijn directiesecretaresses. Een aantal worden directiesecretaresses. En dan hebben we al discussie over, is daar straks nog werk voor? Maar dat is een andere discussie. Maar dan zeggen ze, nou, wij kunnen toch die administratieve dingen voor de docenten gaan doen. Waarom moeten zij dat zelf doen? Ik zeg niet dat het kan, maar het is wel heel mooi dat ze dan continu nadenken, meedenken over. Maar een van de jongens zei ook, ik word opgeleid tot beveiliger. En nu moeten de docenten de hele tijd de orde in de klas houden. Kan ik niet gewoon in de klas gaan? Weet je, het is gewoon van die, het is zo prachtig, want je, af en toe denk je, dat leer ik altijd van Jasmijn, dat je dus niet meteen moet schieten in, maar dat kan niet. Maar juist denk, hè, van waarom eigenlijk niet? En dat zijn dus dat moeilijke gesprek, ik zit ermee hoor. Ik heb nog geen begin van een antwoord. Maar het is wel, het triggert wel. Rick, laten we een avond erover organiseren. Volgens mij heb je antwoord ja. wel. Ja? We moeten die leerlingen ook aan die tafel zetten. Ja, dat bedoel ik hier. Overal waar besluiten worden genomen over die leerlingen, over het onderwijs. Die leerlingen in dat proces betrekken. Absoluut. Wij denken heel vaak over hen, voor hen. Ja. Jeetje, wat een talent zit daar in creativiteit. Echt. Daar graag op willen aanhaken. Mogelijk een suggestie. Ik weet niet of het haalbaar is, maar in het academische jaar bestaat er zoiets als een soort traditionele opening van het academische jaar. Dan wordt er al, zeg maar, 1 september of eerste week van september wordt er het academisch jaar geopend. Zou het niet mogelijk zijn om de eerste week van het schooljaar, funderend onderwijs, een dag te organiseren waarbij je misschien een fundamenteel gesprek gaat voeren over onderwijs of wat goed onderwijs is met een aantal leraren, schoolleiders, leerlingen, beleidsmakers. Dat zou op een plek ergens kunnen plaatsvinden met een livestream. En dat alle scholen op die dag mee gaan kijken en hetzelfde gesprek gaan voeren. En dat je altijd 1 dag in het jaar hebt, traditionele opening van het schooljaar, praten over goed onderwijs. Ja. Scholen zijn weer begonnen, maar waarom eigenlijk? Ja. Nou ja, laten we daar werk van maken. Ja, en dan noemen we dat dus het onderwijsgesprek. Wat ik wel zou willen zelf, heel graag, is dat we dan niet de usual suspects hebben die dan praten. Maar dat we dan bijvoorbeeld, dat vind ik echt het leukste. We hebben helaas, Bart heeft geageerd daar altijd tegen. Maar ja, we hebben helaas, met name ook in het beroepsonderwijs, hebben we dan gradaties. Hè? Je hebt dus mbo niveau 1, 2, 3, 4. En 4, dat zijn dan de toppers. En 1 en 2, dat zijn de moeilijkers. En het leukste is dat de allermooiste ideeën komen van die jongeren op mbo niveau 2. Altijd. Het is een soort van standaard. Ik weet niet hoe het komt, maar die hebben altijd de leukste en de meest originele ideeën. Ellende is, die worden nooit gevraagd. Die worden dus nooit gevraagd aan gesprekstafels. Terwijl ze hele originele denkers zijn. Zij kunnen denken en doen continu met elkaar combineren. Kun jij dat voor ons organiseren met z'n allen? Gewoon ja, dat voor allemaal op het Albeda welkom. Nee, maar serieus. Welk event ook we hebben, zeg we zorgen voor de gewoon een goede delegatie. Dat inderdaad niet altijd dezelfde mensen hier. Maar qua schoolhuis natuurlijk. Maar ik vind het ook belangrijk om daar leerlingen bij te betrekken. Ook van het basisonderwijs. Ook van het praktijkonderwijs. Dat is vaak ook een vorm van onderwijs wat vergeten wordt. Wat zo ongelooflijk essentieel is. Die gewoon ook deel uitmaken van onze maatschappij. Dus gewoon een dwarsdoorsnede. Ik zou een inspanningsverplichting en een resultaatverplichting eraan koppelen. Dus die kids komen die dag bij elkaar met al de mensen die daarbij zijn. En ergens borgen we op wat voor hoog niveau of laag niveau dan ook, ik hoop hoog niveau, dat we wat met die inspanning, dus met die input gaan doen. Ja. Hier is wat aan het broeien. Een ene laatste vraag, Menno. Het komt allemaal door Menno, hè? Ja. Geen probleem. Nee, wat ik nog even wilde toevoegen, want ik heb dezelfde PABO-ervaring gehad als meneer hier. Wat jammer. Ja, heel jammer natuurlijk. Maar even terugkomen tot het gesprek. Eigenlijk zou je gewoon ervoor moeten zorgen dat de basisschool, de middelbare school en het vervolgonderwijs, dat het gewoon allemaal op één lijn zit. Dat het allemaal op elkaar aansluit. Want ik had erover na zitten denken en deze ervaring met kikkervisjes vangen en dergelijke is uiteindelijk wel wat we ook op school in de klas doen. Het onderzoekend en ervarend leren wat wij op onze school heel erg nadrukkelijk doen.
En in die zin is het wel vooruitstrevend en wil je dat hebben in de klas. Maar het moet op de PABO duidelijk zijn waarom je dat doet. Desalniettemin, alle onzin over hoe vreselijk het allemaal is en weet ik het wat, ben ik heel erg blij dat deze film is gemaakt. Want eigenlijk had hij moeten heten: iedereen moet gewoon leraar worden. Want het is gewoon het mooiste beroep van de wereld. Een laatste vraag uit het publiek en ik geef de microfoon even door. Ja, hallo. Ik heb een vraag aan de meneer die het net had over het scheuren van fantasiebeesten. Want het ging je net al even daar aan tafel over het feit dat Pabe soms slecht in het daglicht komt te staan. Maar u heeft het nu al over scheuren van fantasiebeesten. Ik noem het even als voorbeeld. Maar is dat het enige wat u nog aan denkt van de Pabe, als ik vragen mag? Want... Nou ja, dat zijn wel nu twee voorbeelden die u noemt. Maar is dat dan wat het eerste in u opkomt als u dan aan Pabo denkt? Ja, even de microfoon. Ja. 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 Ik zou benieuwd zijn waar als je een vraag stelt. Ik vind het altijd wel een lekkere anekdote. Maar ik denk wel degelijk dat ik wat aan mijn opleiding heb gehad. Maar het bereidde me niet voor wat ik uiteindelijk voor de klas ben gaan doen. Niet voldoende in ieder geval. Dat is een helder antwoord. Maar, Rick, we zijn zo nieuwsgierig waarom jij die vraag stelt. Want er zit vast wat onder. Ja, er zit iets onder. Er zit iets onder jouw vraag. Ik kom terug. Ja. Nog eentje. Ja. Ja, sorry. Enige uitleg is misschien in dat geval misschien wel vereist. Wij zijn alle vier hier en ook daaronder van de Pabo en dan van de, van de kunstklas. Dus wij zijn er voor meer... beeldenvorming, drama enzovoort. Heel goed. Kunst is heel belangrijk. Maar waar het mij eerder om gaat, en ik weet niet meer precies waar ik het heb gelezen, maar dat sommige ouders en misschien ook wel mensen in het algemeen de Pabo zien als een soort van knutsel, knip en plakopleiding. En denk ik van ja, maar daar zijn we niet alleen voor. En juist door het voorbeeld wat meneer dan net gaf, dacht ik van ja, is dat dan A het enige waar u dan direct aan denkt? Ja. Nee, dat zo valt ik het nog niet op. Nee. Nee, tuurlijk niet. Maar. Ja, het waarom het waartoe is essentieel. Want daar kan nog een extra bijeenkomst voor worden georganiseerd, denk ik. Mag ik ons tweede panel hartelijk danken voor jullie bijdrage. Tanja Jattenhans en Jasmijn Sinclair. Maarten, ik zou jou nog een allerlaatste vraag willen stellen. Als je dat goed vindt. Pak even de microfoon erbij. Na het maken van deze film... Na vanavond en de vragen die zijn gesteld, de dingen die zijn gezegd. Je bent zelf nu lerarenopleider. Is er iets dat je hebt geleerd, dat je hebt ingezien, wat maakt dat je nu dingen anders gaat doen op je werk? Mooie vraag. Voor mij was het maken van deze film een zoektocht. En aan die zoektocht, dat vertelde ik je helemaal aan het begin van deze avond, hingen een aantal vragen. En... gisteren werd ook op de Nacht van de Leraar, waar Vincent ook aan refereerde, werd ook gevraagd, hebben die antwoorden dan nu gevonden? Wat dan de kracht van de leraar is, of wat een leraar betekent voor mensen en maatschappij. Heb je daar een antwoord op gekregen? En het antwoord daarop is eigenlijk nee. Omdat de zoektocht gaat voort. En de mensen die ik gesproken heb, dat was bijzonder waardevol. Maar het stopt niet, want het voornaamste doel van het maken van deze film was eigenlijk wat er gewoon nu net hier gebeurde. He, dus dat er gesprekken gevoerd worden over dit belangrijke beroep. Dat er gesprekken gevoerd worden over de opleiding die daaraan vooraf gaat, wat heel terecht aangehaald wordt. Moeten we daar iets mee en wat dan? Ik denk dat het heel goed is dat we dat ons afvragen. Want als ik denk aan het vak van leraar, dan denk ik aan een leraar in een klas met 30 kinderen die voor al die 30 kinderen precies het goede moet doen. Ik dacht daarover na bij het maken van deze film. Dat is een bijzonder complexe activiteit. Ook heel eervol om te doen. Want je mag bijdragen aan al die levens van die kinderen. Maar bijzonder complex. En ik denk dat we als samenleving die complexiteit van het vak niet meer goed waarderen.
Dus ik denk dat wat we moeten doen, is dat we met z'n allen naast die leraar moeten gaan staan. En niet zeggen van, doe jij het maar, hè, want jij bent de leraar. Maar dat we allemaal een stukje hebben van die verantwoordelijkheid. Vandaar ook de titel Iedereen is leraar. Iedereen heeft daarin een stukje verantwoordelijkheid. We leggen niet alles bij die leraar, we doen het allemaal samen. Dus het antwoord is het structurele gesprek over daarover voeren. Ja, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, ja. Dat is mooi, want dat verschaft ons ook weer met wat werk. Dat is fijn. We zijn door de tijd heen. Mag ik allereerst de makers van de film nogmaals bedanken, Stefan en Maarten. Mag ik onze 6 gastsprekers ontzettend bedanken voor hun bijdrage en mag ik zeker applaus. En mag ik u allen bedanken voor jullie aandacht en aanwezigheid en mogelijk tot de volgende keer. Wel thuis. APPLAUS